Yo, wat up gasten, welkom op deze hele brakke donderdagmorgen voor mij. Misschien is het voor jou nu wel een donderdagavond. Vandaag wil ik aan jullie een vlog gaan geven. En deze vlog heb ik gisteren opgenomen tijdens een Banjertown productiedag. Ik heb geen intro gemaakt, dus vandaar dat ik dit even heb opgenomen nu. En verder iets wat ik toe moet voegen? Nee, niet echt. De vlog begint op Amersfoort en dan vertel ik over hoe ik mijn bus heb gemist. Spoiler. Ik ben hier nu op Amersfoort na een hele kutrit en ik kijk even omheen en ik zie hier in één keer een stemloket in Amersfoort. Maar jongens, oh, er liep echt net een meisje langs, ik zet die camera hier op, maakt niet uit. Jongens, ik ben nu in Amersfoort, ik film weer mensen. Moet je nagaan dat je hier achter dit ding langs loopt en je loopt er net langs. Daar dus, en je ziet in één keer een camera op je snuffer. Pardon, moet je niet doen. Ik ben nu hier in Amersfoort en ik heb mijn bus vanochtend gemist, het was een kutrit, ik ben heel erg moe. Ik ga zo lekker een blikje energy drink halen, want ik ben heel erg moe. Dat is eigenlijk alles wat ik kan zeggen. Ik ben zo moe. Ik zit nu de hele tijd maar muziek te luisteren, uit mijn doppen te kijken. Ik heb nu net aantekeningen, papiertjes gekocht voor Wanya Movies. Misschien denk je, Bardo, waar de fuck komt dat vandaan? Haha, dat is magisch. Want nu is het alweer weg, dat boekje. Zo snel gaat dat hier gewoon. Dat was dat eigenlijk. Ik ga nu op weg naar Amsterdam. Naar Juri, Rick en Jordi. Ik ben helemaal moe. Ik ben zo moe, dat is raar. Zeg raar. We zijn nu hier nog in de trein, zoals je kan zien, Amsterdam Centraal om 3:00 middags. Dat is een normale banjo-tijd, stel dat wij een productiedag hebben, nogmaals, 3:00 middags in Amsterdam. En ik hoop dat ik zo meteen iedereen een beetje kan vinden, want je moet nagaan, wij zijn Banjo-town en dat is altijd een probleempje om elkaar dan te vinden. Helemaal met Rick, Jordi, Juri, iedereen komt van de andere kant en dit is wel leuk. Yay, mooi uitzicht over Amsterdam, de SBS-gebouwen. Daar ben ik heel vaak geweest trouwens, bij de SBS-gebouwen voor Kansloos. Weinig mensen weten dat trouwens, maar wist jij dat Kansloos, wat ik deed voor Veronica. Veronica is onderdeel van SBS Broadcasting, dus. En we kijken nu even naar de andere kant naar buiten en oh, wat mooi. Ik hou echt van Amsterdam. Alleen ja, dit is echt niet echt mooi, moet ik zeggen. Dit shot, maakt niet uit. Het gaat allemaal om het idee. Ik moet de guys zoeken van Banjertown. Wens me succes, want En nu is het dus zoeken geblazen naar de Banjertown guys. We lopen hier nu voor het station van Amsterdam Centraal. En ik hoop zo ongelooflijk dat we niet veel hoeven te zoeken, maar... Oh ja, jammer. Het wordt wel veel zoeken. Ik zie helemaal niemand. Kutzooi. Jezus Christus. Rick zei dat hij voor het station zou staan. Rick is herkenbaar aan zijn Pokémon-pet. En ik zie geen Rick. Oh man. Dit is dus wat er altijd gebeurt, zeg maar. Waarom valt de Banjertown meeting in de kleine samenvatting hierdoor? Denk ik. Hoop ik niet. Ik ga er wel vanuit zo langzamerhand nu. Oh god, liep jij de hele tijd achter me? Ja, ik liep achter je. Ik dacht voor de video. Serieus? Je liep in de video achter mij? Ja. Nee. Kan leren zeg. Ik zou zeggen, spoel dat terug en je kan Rick zien. Nu nog wachten op Jordi en Juri. We zijn over een minuutje of zo. Ik wou zeggen dat ze een half uur te laat zijn. Dat... Ze zijn een half uur te laat. Precies, dan ben ik een keer op, lijkt alsof ik op tijd ben. Yeah! Woo! High five, bro. Oh ja. Oeps. Peace. Oh ja, gefeliciteerd met je verjaardag, man. Ja, nu kan... Ik was degene die aan het vloggen. Ja, er zijn nu allemaal... Juri is ook aan het vloggen. We weten niet wanneer Juri's vlog wat gebeurt, maar... Nooit. It will never happen, nou. Op de achtste dag van de week. Oh, wow. Ik speel trouwens echt fucking scheef. Dus we zijn nu... Klepje. Oh ja. Ik heb een klepje. Ik kan mezelf zien. Oh, wow. Ik was helemaal vergeten. Ik zie er trouwens echt een heel zielig meisje op de achtergrond bij jullie zitten daar. Ja, die zit echt helemaal kut te lezen. Ja, ik weet het niet. Ze heeft nog geen enkele keer bewogen daar. Rick, laat daar naartoe. Vraag of ze nog leeft. Leef je nog? Kijk of mensen nog leven. Ja, wat een avontuur. Maar guys, we zijn dus nu compleet en wij gaan op weg naar de studio. Yay! Yay! Ik ben nu hier met Jordi. We zijn net bij de Game Mania geweest. Wat een scheidwinkel zeg. Zeg dat wel. Morgen ga je een video erover zien wat we aan het doen waren bij de Game Mania. In de nieuwe speciale Rick's avonturen. In de hele speciale nieuwe Rick's avonturen op een vrijdag. Oh, want wij hebben namelijk goodies gekocht voor jullie op de Dutch YouTube Gathering. En wat er allemaal is, dat gaan jullie zien op vrijdag. Ja, morgen dus eigenlijk gewoon. Ja, nou ja.
ja, hoort bij het leven, jongens. We gaan nu verder lopen hier door de Kalverstraat in de hoop dat we nog iets tegen kunnen komen. Komen? Ja, dat is iets tegen goed. Kunnen dat komen. Dat klopt. Dat is gewoon goed. Nou, dat we iets tegenkomen en dan gaan we daar naar binnen en dan, ja, weten we niet. Dat zien we dan wel weer. Joh. Dat zijn de Banjo Town plannen. Ergens naar binnen gaan. Nu nog zoeken waar. We hebben net heel veel besproken voor Banjo Town. We gaan zo meteen nog heel veel opnemen. We hebben net wat opgenomen, hè, Rickert? Ja, ik bevestig dit. Ja, dat bevestig ik even. Dus wij gaan lekker hard werken. We gaan nu eerst eten. Het is 6 uur geweest. Moet je maar niet eten om 3 uur middags. Was toch misselijk? Ja. Oké, okay, top. Even deppen. Wat gaan we zo doen? Gaan we zo door, denk je? Nog meer eten natuurlijk. We gaan heel erg pretentieus doen voor de televisie. Yeah, bye. Staan is pis tegen het stuk. Jouw delen, Rine! Oké, zien we zo. Ja. En dat was Joeri's vlog. Nu kan ik weer verder gaan vloggen. Hallo mensen. Je hoort het. Wat? Nee, dat moet jij doen. Oh, er is u dit. Ja, dat is jouw taak. Het blijkt dus nu dat de opnames niet gelukt zijn. Daar zo, lieve dames en heren. Daar is de Banjo Studio waar alle magic gebeurt. Voor de rest, ik ga die kant naast Joeri niet op. Oh, volgens mij zit het heel erg in. Oh, wow, 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 wow. De kant naast Joeri film ik niet, want daar is het kantoor. En dan kan je heel mooi het uitzicht zien van ons over de dam. En dan weten jullie waar wij zitten. En dan kunnen wij hier nooit meer opnemen normaal. Dus vandaar dat we dat niet laten zien. Ondertussen zie je daar, wauw, iets meer. Nu zie je Joeri met de studiolampen in de Banjo Studio. De camera resetten. Voor de rest, alles gaat lekker, guys. Rick en Joeri moeten leren zelf de camera aan te zetten. Ik hoef niet altijd de knop te trekken. Zo, ze hebben net alles opeens voor de camera uit. Zo, oh, hij gaat niet aan. Serieus? Dat was de discussie? Ongemakkelijk, ja. Zo van, wij kunnen geen camera aanzetten. Joeri! Kunnen we niet alleen niet kennen. Oh, damn it. Oh, ja, voor de rest trouwens, mochten jullie denken, hier zo, BNN. Hoi BNN. Hoi BNN. Dat is BNN. Dat is van een documentaire, Shine Wereld. Die komen hier de boel vastleggen van Banjo Town, of niet aan Joeri? Moet je alles aan mij? Ja, ik... Moet je confirmatie vragen hebben bij alles? Oh man, ik ga wel naar Evelien. Ik vond het vooral heel leuk dat ze een broodje aan het eten zijn. Ja. En nog een paar knopjes van de camera aan. Het ziet er zo lekker lui uit, hè? Ja. Alsof ze niks doen. Oh god, ik zal. Jullie hebben een website, toch ook? Nu? Ja, zijn heel goed. Ja, linkje naar die website in de beschrijving. Ik wijs naar heel iets anders dan de beschrijving, maar dat maakt niet uit. En dat waren de opnames voor vandaag. Je ziet de studio is hier heel mooi opgeruimd. De tafel, de banjotafel. Heel weinig mensen zullen het weten, maar die tafel is niet echt blauw. Hier ligt nog wel een microfoon. En die microfoon leggen wij hier in de banjokast. Bij een beeldje wat ik van mijn ouders heb gekregen ooit. Dat is serieus. Dit beeldje betekent denk ik het allermeeste van de hele banjokast voor mij. Maar dat zal verder niemand weten. Er staat proud dat mijn ouders trots zijn. Heel mooi is dat. Maar ja, dat is even in één keer een heel andere bijzaak. Wij hebben dus alles opgeruimd. Ik zie dat daar de lightsaber nog aan staat. De lightsaber moet uit. Moet je horen. Uit. Is deze uit? Die is uit. Hallo Chinees mannetje. Digimon, cool. Justin Bieber. Kut ding. Volgens mij doet hij het ook nog. Moet je horen. Verschrikkelijk, hè? Het is zo'n drama. Oh man. Wat een drama ding is. Waarom heb ik hem nooit kapot gemaakt? Wie heeft dat ooit gekocht? Jongens, we zijn nu thuis. Daar zo is Jacco nog van BNN. Hoi Jacco. Hij doet zijn statief even in elkaar. Het is nu 1:30 straks en wij... Oh, ik film de muur niet mezelf. En ik ga zo slapen. Jacco heeft me naar Deventer gereden met de auto. En hier zijn we verder gegaan met de documentaire. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze hele speciale vlog op Banjo Town. Ik ben kapot moe. Echt, echt heel moe. Zo is dus een dagje van mij. Je vertrekt naar Dave, of je vertrekt vanuit Deventer om 12 uur 's middags. En je komt er vervolgens 1:30 s'nachts lekker thuis aan. Heerlijk. Jacco, is er iets waar ze de Shine Wereld kunnen vinden? Ja, dat gaat op shine.nl. Shinewereld.nl, maar dat gaat uiteindelijk. Volgens mij pas in januari, februari volgend jaar op televisie. Bij BNN. Dat gaat een tijdje duren. Dat gaat nog een tijdje duren, maar we gaan nog een heleboel mensen volgen. Hoe lang gaat de documentaire duren? Minstens een uur. Minstens een uur. Wauw. Dat is gruwelijk. En dat is van niet alleen van mij voor de duidelijkheid. Het is van allemaal YouTubers. En dan ben ik een van de vereerde mensen die er ook een rol in speelt. Super cool gasten. Dus dat was dat. Morgen een hele speciale video.
over gathering dingen en zo. Ik ben moe. Ik ben moe, oké. Je hebt waarschijnlijk zoveel info gehoord dat je... Ik kan wel gaan slapen nu. Bedankt voor het kijken en een duimpje omhoog. Laat me vooral weten of je wilt dat ik vaker ga vloggen. Want dan kunnen wij ook vaker gaan vloggen. Dat is logisch. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later.